Mem, hè? Zeg maar Mem. Oh, je zit hier aan mijn boeken. Hé! Hey! Was dit in het kamp, jongen? Hé! Hey. Kom maar. Nou, Jelke zit hem al zelf wel steen. Oh, klasse zaken. Goedemorgen, een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Wij zijn weer een beetje thuis, maar alles wel wat afdoen, meidje. De meeste wask heb ik eruit. Ik hier best wel een brutte wask van zo'n verkoersje op boord. Zwempakken, handdoeken, bikinis, zwembroeken. Nou ja, heel veel simmerkleren. We gaan helemaal net volle winterkleenbroek. Dus wat dat betreft hebben we al je liefste items. Dus het past al direct mooi op het rekje. En ik zal even naar de beestjes staan, want die heb ik natuurlijk echt heel wat mist. Dan zit je met mijn slitter, dan ben je juist er twee knientjes ophellen. Babyknientjes, dus die ben naar je naaiplakje. En de rest die rond los in het tuin. Dus ik zal even zien dat ik die opvondel ik en weer in het kamp krijg. Hè? Maar we zullen, ik neem je er even mee. Oh ja, Jelke is mij Saak Thomas en mij Jan en Volkert de spandoeken van toneel ophingen. Ik kom op drie plakken, bij Noordburgen en bij Broekstewart natuurlijk en in Dokkum. Dus die ben ze aan het ophingen. Dus nou ja, misschien heb ik hem van de week wel eens even mee of er even losrieden. De poster is echt schitterend mooi worden. Dus die laat ik hem echt nog even zien. Op papier komen ze echt gast binnen. Dus dan laat ik hem even zien wat het resultaat binnen is. Hey Pushy! Hi! Is er echt zin in wat, jongen? Ik zie eens Gringo even wat, Jan. Hey Push. Hey jong. Wat is zo zien? Daar zit ik nog een brakje. Dus vlees had hij. Krijg je vlees? Lekker eten, vriend. Ja, wie poest hij? Oh, Mem, hè? Zeg maar Mem. Mem. Ze zei van de week een mama. Ik zei dat maar eens Mem, zei ze. Mem. Nee? Net op commando? Zo kijk ik naar de man weer. Zo kijk ik naar de man. Tja, goed beter. Ja, dankjewel. Daar is nummer 2. Hatsje. Hey, Hatsje. Goedemorgen, goedemorgen. Hoi vriend. Ga naar de geitjes, Hilda, met de knietjes. Yes al. Schrap is al. Nee. Dit is wel leuk. Jaren had mij Beppe en mijn Teetske volgens mij dit vlot maken toen we op vakantie waren. Dus die bak mijn zaak. Ik ben nu testen natuurlijk. Maar Ton ziet er wel cool uit. Dan kun je van de ene kant naar de andere kant taloeken. Dus dat maken we nog even een proefje. Nou, goeiedag jongens. Hallo. Hey. Oh, heb je mijn dekselfoon? Zal ik die eerst inpakken? Je krijgt wat van me, jongens. Joepie de poppie. Gelukkig. En ik kan. Loos de stink uit. Wil je er al klaar voor genieten? Kom er hoor, jongens. Kom er hoor. Hier ben al je asje. Die jonge geiten kom ik even. Hier ben je mijn eigen genieten, geit. Zie ik direct meteen dan Blackie? Direct maar even meteen. Ik ga ze wat verdelen. Tje, jongens. Tje. Tje. Daar zeg maar. Als je zit hier aan het boeken. Hé! Hey! Wat is dit in het kamp, jongen? Hé! Hey. Daar zit het. Weer een beetje vochtig. Wat is er nou? Tje, kom maar. Tje. Nou, daar komt hier nog wel om, had ze.
Ja, dan doe ik straks die knieksele kleren natuurlijk. Nou, ik zet het onder het oorderdak. Dan kan me niet in ieder geval. Ik zet nou het onderveetje. Nou, wat nice. Drie erin meer. Ik kan wel lekker koesje, jongens. Zo, kleren. Geen we. Die niet is dit kleren daar, boef. Nou, en ik ben maar een weekje met de boord voor het best. Maar je hebt die toneel gaan ze net stilzetten. De spelers gaan zelfs nog even een keer oefenen, doet ik voor die. En de decorbouwers en de schilder en behangplakster, die gaan flink bezig zijn. Dus ik zal je even zien hoe dat hun is. Dat is toch echt wat te gek. De waas die nou echt in die smoeke kroeg, nou, wat ik echt vereer hier, zeg maar. Warme tinten, beetje ouderwets. Nou ja, dan was de onklein er een beetje bij, denk ik, zeg maar. Daar ben ik druk met waan. Oude glas en van die netplantjes, schilderijkers en dat soort dingen. Maar dit is toch wel heel mooi. En ook is het een beetje het verschiltje, zeg maar. De stientjes morgen is zeg maar boeten. Dus daar komen de mensen als het ware de kroeg van al boeten binnen. En dan werd het behang begint. Dat mooie reet-oranje behang. Dat is de daadwerkelijke kroeg. En de baren met balken. Ah jong, super cool. Ik ben echt vet lief. Het is heel mooi worden. Wat kiest u er voor bij? Ik heb ook heel leuk. Hoppetje. Die is wat leger. Ja, dat ben ik gewoon, hè. Jullie slip gewoon terug, die gaan we slieren met de auto helm, maar die slip nog steeds. Oeh, alleen buddels, daar houdt me net zo van. Wat is er mis met deze badenzaken? Net een goede kleur. Ik wil graag een zwart bad. Een vrijstaand zwart bad. Was zij iets, maar dan iets zwart. Lastig. Ik wil ook altijd krijg bij wat roos, hè? Nou, Jelke shirt hem al zelf wel steen. Mooi doen. Wat liet ze? U is witte grutter, toch? Ja, die wordt volle breed. Gelukkig. Want dit is eigenlijk wat hampelig uit. Zo'n wand is wel leuk, ja. Nee, maar dat is langer, hè? U doet dit wat grutter. Welke vies doet het mooiste zaken? Die jongen zie je. Ik heb ook die deze en deze zie. Ja. Oeh ja, die bent mooi glad. Zo ziet het eruit dan. Oh ja. En ik is hier uit ziek en dan werd het een beetje dat idee, hè? Ja. En dan. Hier extra tegeltjes. Dus bruin. Wat hebben we hier? Een sporters rond, hè? Het is een beetje tjuster. Zo. Hoi. Hey. Dit is ik wel echt van de bijen, hè? Wat leuk. Dit is een je. Nee, nou, zij zet het voor u op papier, Jelke, en dan stuurt ze het dus. Zij ziet het en de prijsje doet. We hebben denk je Sean, Sting in prijs, maar ze hebben het ziekje. Dus dan krijgen we dat nog thuis, stuurt. We hebben een kraansjoen en lampjes en spiegel. Dus, nou ja, even jaren. Eerst maar eens even jaren wat de prijs is. Nou, maar al je wel betekent, maar we hebben het werk. Nou ja, zij heeft dus ook een waterkoekje. We hebben wat jaren vinden, maar hier sta ik hem van nu weer in. Maar, van alles denk ik leuk. Nou, zijn vierde jongens. Nee, wat is het vierde? Winkelbank. Pingpong. Ja. Best leuk trouwens. Mijn baltje had een doekje op. Oh, baltje mijn doekje? Ja. Oh, klasse zaken. Nou, nog één ronde. Lieve wel flipper kaart, Jan. Nog twaalf. Oh. Achterwaartse warp. Oké, okay. Nog één ronde. Mag ik het zagen? Ja hoor. Hoppa, hartse flats. Nou, we gaan voor. Ja, we gaan naar de volgende winkel.
6.5 hours later. Nou ja, wij hadden dus nog wel van het slenteren. Dus we gaan denk ik weer naar huis. En Joen heb ik nog toneel. Dus dan heb ik hem daar nog even mee hinnen. Joen oefenen we het tweede bedrijf. Het tweede bedrijf. Met alles erop en eraan. Alle wissels, alle klingenwissels. Het hele stuk achter elkaar aan. Mijn muziek, microfoontjes, de kleisters achter de schermen. Dus echt alles erop en eraan. Dus dan heb ik hem daar even mee. Nou, goeie. Ik... hier een beloofd dat ik film zo bij toneel, maar ik wie de camera verkeerd. Klungelijk ben, maar ik neem je mijn oren keer wel mee. Dat ken je oren keer, want we hadden vaker toneel en zaken. Mm-hmm. Ja. Maar ik zou nog mijn zaken even een boekje lezen, dus dat geven we nog wel even dan. En het boek over jou dwang in is Tiemen op de Tegel. Tiemen op de Tegels. Dus wie neem je mij met het verhaal van Tiemen op de Tegels? Hier komt. Zusjes, Tiemen op de tegels. Gies mij de boeten te heid? Vreeg Tiemen. Hij scoorde van nee. Maar hier is het beloofd, zei Tiemen. Ik had net ontdekt, zei heid. Wol op een stoeptegels blijven, hè? Waarom? Vreeg Tiemen. Omdat het gevaarlijk is om van de tegels af te gaan, zei heid. Dus doe gong Tiemen alleen naar boeten. Boeten wie in de straters. Zie je dat? Mm-hmm. Tja, waar staat er hier bovenop? Stenen. Nee, op de tegels. Op de tegels. Je staat bovenop de tegels. Dat moest van huid, hè? Op de tegels blijven. Nee. De straters moeten het team van de tegels stellen. Ik moet op de tegels blijven, zei Tiemen. Van waar? Vregen de straters. Van us? Heid. Van us heid, zei Tiemen. Oh, nou, dan is het goed. Zijn er de straters, hè? Mm-hmm. Boeten bij ek een vrachtwijnchauffeur. Hij wil Tiemen van de tegels stellen. Ik moet op de tegels blijven, zei Tiemen. Van waar? Vreeg de chauffeur. Van us. Heid. Dan is het goed, zei de chauffeur. Shit, dat ruikt. Let het papier hem vallen, zie je dat? Oh nee. Zit erachter op het kerk. Hij draaft je erdoor, zie je dat? Nee. Is je Tiemen achter op de vrachtwagen zitten boven op de tegels? Je pakt de step. Hey jongens, ik zoe Sizzer. Vond je dit een leuke vlog? Abonneer je! En zet een blauwe toekom heen. En vind je net de chill app te downloaden voor je tablet als telefoon. Om te naaien. Cheese vlog!